Allemaal in de wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus. Ik dank God dat mij de gelegenheid geboden is om via dit netwerk, Majesty Christian TV netwerk, het woord te brengen aan de mensen die op dit moment luisteren. Het is natuurlijk heel mooi dat wij weer een andere gelegenheid krijgen om het woord van God te brengen aan u. Dit is natuurlijk opgezet door de genade Gods en verleend aan apostel Larry Dorkenoen en zijn vrouw. We zijn God dankbaar dat hij deze mensen wil gebruiken en om het woord te verspreiden. Ik wil u vragen uw hart open te stellen en te luisteren naar het woord des Heren. Ik wil een stukje lezen voor u uit 1 Johannes 4. In de eerste plaats zegt Johannes 1 Johannes 4, vers 1, geloofden, vertrouw niet iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Prijs de Heer, is natuurlijk een heel mooi stuk woord, geschreven door een man van God, die ons erop wijst dat wij altijd scherp moeten zijn en kijken met wie we te doen hebben. En hoe zal dat dan wel blijken? Wat zal de uitkomst zijn als we zo naar de mensen kijken? Zijn ze werkelijk zonen Gods? Zijn ze werkelijk uit God geboren? Passen ze het woord van God toe? Hebben ze de geest van God? Of zijn ze vervuld met andere geesten en andere dingen leren die niet blijken te kloppen met wat de Bijbel zegt? Wij prijzen God dat God ons de genade heeft gegeven door zijn Heilige Geest uit te maken, hoe wij dat kunnen vinden, hoe wij dat kunnen zien. In de eerste plaats, de God die wij dienen, door Jezus Christus onze Heer, is een God van liefde. Het is van belang dat wij in de liefde zijn, elke dag weer. Niet altijd is het wel even makkelijk om in de liefde te staan, vooral tegen mensen die heel vaak niet begrijpen wat die liefde van God eigenlijk betekent. En vooral leiders of mannen Gods, vrouwen Gods, wordt hun vaak niet in dank genomen als zij u op de waarheid wijzen. Of ze u de juiste weg wijzen en u wil dat niet accepteren, kunt u boos worden en ze allerlei namen gaan geven. We danken God dat deze mensen dan die liefde van Christus moeten gaan uitdragen en laten zien dat ondanks de tegenstand, dat zij toch wel in de liefde moeten blijven. Het is natuurlijk zo dat we toch uiteindelijk mensen zijn en ook wel eens fouten kunnen maken. Maar dat betekent niet dat we niet vervuld zijn met de geest van God en deze liefde uitdragen. Sommige mensen kunnen heel lastig en vervelend zijn en soms behoor je ze dan een beetje krachtig aan te spreken. En als je dat doet, dan denken ze vaak
dat je liefdeloos bent. De vraag is, heb jij dan, ben jij niet de oorzaak dat je een keertje wordt aangepakt? Is het niet zo dat als wanneer u kind opvoedt, dat u ook vaak tegen uw kind zegt, dit mag je niet doen. En als het kind het blijft doen, doorgaat met dingen doen die niet goed zijn, niet volgens de orde zijn van het leven, dat je zo'n kind toch wel in een hoek laat staan, als het voor een 5 of 10 minuten, of hem terecht wijst. Zo is het ook. Dat betekent niet dat je liefdeloos bent tegen je kind, omdat je hem terecht wijst, of hem de juiste weg wijst, of zelf een straf kan geven die hem recht kan trekken. Dat is geen liefdeloosheid, dat is juist liefde. Liefde die u terecht wijst. Liefde die u de juiste weg wijst. Zo is het in deze wereld al eenmaal zo ver doorgedrongen dat bijvoorbeeld kinderen niet meer in de Bijbel worden onderwezen, waardoor ze de geest van Christus niet vroegtijdig eigenlijk krijgen in hun geest. Want het is van belang dat je moet weten dat ieder mens een geest heeft. Een innerlijke mens. Wij zijn ook geesten, alleen wij zijn dus, hebben een lichaam. Wij zitten vast in ons lichaam. En dat is voorlopig, zal dat zo blijven tot onze dood. En zolang dat zo is, betekent dat wij een geest hebben. Maar onze geest is niet alleen. De mensen die opnieuw geboren zijn, uit God geboren zijn, hebben de geest van God. Het is van belang dat u weet dat u de geest van God hebt. Hoe krijgt u dan de geest van God? De geest van God kunt u alleen krijgen als u Jezus Christus neemt als uw persoonlijke verlosser en redder. De Bijbel zegt, u bent dan de tempel van de Heilige Geest. Wat wij doen is simpel vragen aan God om zijn Heilige Geest aan ons te geven. Beter is als u gedoopt bent met de Heilige Geest. En dat doet God zelf door zijn geest te geven, door u te dopen met de Heilige Geest. Wanneer de Heilige Geest in u woont, want de Bijbel zegt in 1 Korinther 6 vers 19, u bent de tempel van de Heilige Geest en de Heilige Geest komt in u wonen, betekent dat al wat in God is en al wat God is in u is. Hoe weet u dat? Dat kunt u vinden bijvoorbeeld in Hebreeën 1 vers 1 tot 3. Daar zegt de Bijbel dat Jezus was de expressie van God. Je zou dan kunnen zeggen, Jezus is de kopie van God. Kunt u mij volgen? Jezus is de kopie. En Jezus was de zoon van God. God was zijn vader. Hoe zit het met u vandaag? Is God uw vader? Bent u ook een zoon van God? Het is van belang dat u een zoon van God bent. Ik zei al, een tijdje geleden, hoe wordt u nou een zoon van God? De Bijbel spreekt u duidelijke taal in 1 Johannes 1 vers 12. Allen die hem hebben aangenomen, zegt de Bijbel, heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden. Ze hebben exousia verkregen van God. Het recht tot het verkrijgen van het zoonschap. Het recht tot het hebben van die macht. En het recht tot het uitvoeren van die macht. En dat kan alleen gebeuren door de inwoning van de Heilige Geest. De inwoning van de Heilige Geest kruist u nadat u een zoon van God bent geworden. U bent opnieuw geboren en u krijgt dan de doop van de Heilige Geest. Nou woont de Heilige Geest in u. Wat denkt u? Als de Heilige Geest in u woont, wie denkt u dat in u woont? God woont in u. God woont in u, dat zegt de Bijbel, duidelijke taal spreekt de Bijbel. God woont in u. En als God in u woont, dan zeg ik, u hoeft niet meer te klimmen naar de hemel om naar God te gaan. Maar God is naar beneden gekomen in u. Betekent dat al wat in God is, zoals dat staat geschreven in Hebreeën 1, vers 1 tot 3. Dat Jezus de expressie was, betekent dat u vandaag door de inwoning van de geest in u, u ook een zoon van God bent geworden, die de expressie behoort te zijn van God. Dat is te danken natuurlijk aan Jezus Christus. Hij heeft de weg voor ons geopend, zodat wij nu in het heilige der heiligen kunnen verkeren, door de inwoning van de geest met al zijn gaven. De gaven van de geest, maar ook de vruchten. En ook natuurlijk allerhande zaken die daarmee betrokken zijn. Jezus Christus komt spreken met God. Zo kunt u vandaag ook spreken. Jezus kon luisteren naar God en Gods stem horen. Zo is het ook met u vandaag. U kunt spreken tot God en u kunt luisteren naar God en u zult Gods stem leren kennen. U zult weten wanneer God tot u spreekt
en wanneer niet. Ik wil je op wijzen dat de Bijbel de eerste plaats is waar jullie spreken met God, waar God tot u spreekt. Als, wat ik u adviseer ook, de Bijbel goed te bestuderen en te blijven lezen en tot u te nemen, elke dag weer, als voedsel voor uw geest. Dan gaat u groeien. Dan gaat u de dingen van de geest verstaan. Het woord zal geopenbaard worden en u zult de dingen beter verstaan. U zult daarin gaan groeien en u zult hier sterk worden. U zal, zoals het staat geschreven in Romeinen 8, vers 14, dat wij de zonen van God zijn en door de geest Gods geleid worden. U zult dus constant door de geest Gods geleid worden. U wordt een machtig zoon van God. Het is niet meer uw werk, maar God werkt door u heen. U bent de zoon, een drager van de geest, die zich uit door u. Uw ogen, die gebruikt God om te zien, om te kijken naar mensen, terwijl de geest Gods in u woont. Uw mond is de mond die God gebruikt om te spreken tot mensen. U bent een zegen. U zit vol genade. U zit vol goedheid. U zit vol zorg en keer. U wil graag mensen helpen. U bent vervuld met de liefde van God. Het is van belang dat u weet, mensen, dat wanneer u deze eigenschappen en deze gaven van de geest niet kunt vinden in mensen, dan maakt niet uit zoals de Bijbel dat zegt. Geef niet wat voor profetieën ze uiten. Geef niet wat voor uitleg ze geven aan bepaalde zaken van het verleden of het heden. Geef niet hoe grote wonderen ze kunnen doen, maar ze, je kunt God niet door hen heen zien. De liefde van God is niet in hun. Het gaat erom dat de liefde van God geuit moet worden. Het moet zichtbaar worden in uw gedrag, in wat u zegt, in wat u doet. En misschien denkt u dat als iemand een zoon van God is, dat hij u niet kan zeggen meer, dat hij u eigenlijk niet een doorhaling kan geven. Want hij is dan liefdeloos volgens u. Omdat u hem het leven zo ondraaglijk maakt, heeft hij een keertje iets gezegd om je te corrigeren. En u vindt hem niet zo'n geweldige zoon van God, omdat hij iets gezegd heeft tegen die je minder leuk vindt. Maar dat is niet waar. Niet omdat ik de liefde van God heb, mag ik je niet meer vermanen. Niet omdat ik de liefde van God heb, kan ik je niet iets zeggen dat je nu leuk vindt. Ben ik daarom liefdeloos? Ik geloof dat niet. Ik geloof in tegendeel, andersom. Dat we de liefde ook uiten door je de waarheid te zeggen. De waarheid moet gezegd worden. Het maakt u vrij, zoals Johannes 8, 32 zegt. De waarheid zal ons vrij maken. Wij moeten niet angstig zijn om mensen de waarheid te zeggen. We moeten niet bang zijn de rechte dingen te zeggen. Wij zijn zonen Gods. Wij moeten een rechte pad volgen. Wij moeten streed zijn in onze uitingen en in onze doen. De liefde van God moet duidelijk blijken. Het moet niet draaien alleen maar om geld. Heel vaak wordt het evangelie zo gebracht dat het draait om rijkdommen die God jou wil geven. Ik waarschuw daarvoor. Ik zeg niet dat God u ook arm wil laten. Dat niet. Dat zeg ik niet. Maar het draait niet daarom. In de eerste instantie draait het om de wil van God te doen blijken. Wat is de wil van God? Dat is het eerste. God zal zeker voor u zorgen. Hij zorgt voor de vogelen. Die vliegen overal. De dieren in het bos. Daar zorgt hij voor. Denkt u niet dat u die het evangelie of uitdraagt, dat hij niet voor ons zal zorgen? Prijs de Heer. Er zijn zoveel mensen in de wereld die heel rijk zijn en zelf God niet eens dienen. Ja? Wat denkt u dat hij de zonen van God, denk u niet dat hij in zijn leven zal voorzien terwijl ze voor hem werken? Voor hem het evangelie brengen. Wij prijzen God dat u geluisterd hebt naar deze woorden. Deze zegenrijke woorden van de liefde God, dat moet je kunnen zien. Dat kan je zien. Daarom kun je niet iedereen vertrouwen die het evangelie naar u brengt. Betekent niet dat we een andere soort willen maken wanneer we dat zeggen. Natuurlijk niet. Helemaal niet zelf. De bedoeling is natuurlijk dat we moeten oppassen wie het evangelie tot u brengt. Wat is de bedoeling? Wat probeert u te bereiken? Is het werkelijk Gods wil dat u uitvoert? Prijs God. Wij danken pastor Larry Dorkenhoe en zijn vrouw, die mij de gelegenheid heeft gegeven om deze woorden tot u te brengen.
en te geloven in de liefde van God. En deze liefde van God kunt u alleen maar krijgen door de inwoning van de Heilige Geest. Het is toch niet altijd makkelijk, ik moet eerlijk toegeven. Niet makkelijk, niet altijd makkelijk. Iemand liefde te bewijzen, vooral als ze niet leuk tegen je zijn of slechte dingen over u praten. En je kan niet zeggen, men praat heel vaak slechte dingen over mensen Gods. En men neemt vaak een voorbeeld in de wereld waar het een beetje slecht is gegaan. En dan beginnen ze zeggen, ze zijn allemaal hetzelfde. Maar dat is niet zo. Ik hoorde het nog vanavond in de bus bij iemand die dat zei. Die sprak zo slecht over een man van God. En ik kan me niet voorstellen dat de persoon dat deed, maar ze deden het omdat ze het niet eens waren wat hij deed. Maar hij deed wel zeker iets goeds. Want hij probeerde iemand op het rechte pad te brengen. Christus te volgen. En zijn denken en zijn doen te veranderen. Dat is toch iets geweldigs. Maar de persoon zegt dat niet zo. Ze bracht het alleen maar op het gebied van geld wil je hebben, geld wil je hebben. Natuurlijk is het zo, niet altijd zo dat als je een dienaar van God betaalt, een loon geeft, betekent niet dat hij hebzuchtig is op geld. Hij heeft ook geld nodig om zijn huur te betalen. Hij moet ook eten en drinken, zoals deze minister in de huur draait. Dat moet allemaal betaald worden. De camera moet worden gekocht, de computer moet worden gekocht. Moet betaald worden aan de maatschappij die dat uitzenden. Zij moeten nog eten en drinken. Ze hebben ook een auto nodig. Er moet ook benzine gekocht worden. Elke maand moeten ze huur betalen. En ze moeten ook eten en drinken. En misschien helpen ze ook wel andere mensen. Daarom is het niet goed om mensen te veroordelen. Maar ook wel terecht te wijzen wanneer het niet goed gaat. Ik wil u zegenen vanuit deze plaats. En Apostel Dorkon en zijn vrouw bedanken voor de gelegenheid mij geboden om dit woord aan u te brengen. God zegen u rijkelijk. Tot de volgende keer. Majesty Christian Television Network, and I believe you have been mightily, mightily blessed by the word of God that came out from one of the fathers in this city. We are so privileged to have Dr. Texel in the studio of Majesty Christian Television Network. And what amazes me about this humble man of God is that whenever we stretch forth our hand to call him, he comes. So that is an indication that this is actually a father. Amen. So, Doctor, God bless you. Thank you very much. We are so honored every time you respond to our humble call to you. Thank you. So this is Majesty Christian Television Network.
You have preached through this channel right now. What do you perceive about the network? Well, I believe that this is something that you have to do. You both have to do. Amen. I believe that we have to use what you call the media. Yes. Time when we're living, we have to use all these tools to bring the word of God, to bring the gospel to the people. Yes. That we can reach them, even in their home. Yes. You know, if you look at the people that are attending the churches, uh-huh. we see that many people are staying home. Mm-hmm. Yes. Even Christians stay home. Why the Bible say they have to go to church, yeah. they stay home. So home. I believe this is a good opportunity. Amen. That, and I think the Lord has blessed you and do you both with power to continue this work. It's yes. going to be a blessed work. You're going to reach out to people. Yes. You're going to touch their spirit. Mm-hmm. You're going to touch their heart. Mm-hmm. They're going to be changed. And you're going to see the difference. Because when you stand up, God inspire you to do this. Yes. There are many more people that's going to stand up to try to do it. I know people are using Salto already. Yeah. But I believe this must grow, and it's going to grow. Yes. The blessing and the grace of God Hallelujah. Is going to be upon your life. Amen. People are going to surround you, yes. and they're going to provide in all you need. Amen. So this can grow. Amen. You know, not everybody is called to do certain things. Yes. It is the Lord that built the church. Exactly. It's the Lord that has given to oh, you hallelujah. Into your spirit yeah. and your heart Hallelujah. To do such a thing. Yes. And when he gave you that, he's going to give you also the endowment Amen. Of the Holy Spirit. Amen. He's going to clothe you. He's going to show you the way. He's going to bring the right people on your path. Ooh, yes, Lord. So that they can help you continue do the will of the Lord. Hallelujah. It is not all time. It is not our planning. It is God's planning. Yes. It's God's time. He decides when you have to do a job, a certain job for him. Mm-hmm. And when the Lord chose you yes. and bless you, yes. you will see, you will be successful. Hallelujah. I believe you will both be successful. Amen. You're going to see that. Yes. I believe that because the Bible says God never leaves us. No. He never forsakes us. No. Well, if he calls you, why shouldn't he endow you with power and provide in all your needs? Yes, yes. God yes. is not greedy. Yes. He has all the goals of the world. He can do it very easy. God is not an old man walking with a stick. Not at all. He has all power. Yes, he is. And if we stand in faith, you will see God's hand in this ministry. Hallelujah. You know, Doctor, I would really like to have some of your DVDs because you are a man that have gone all over the world. Yeah. And we would like to have some of your DVDs, then we can stream them live, you know. And one thing that is very good about this channel is that when you are preaching, you can be seen in any part of the world at the same time. Okay. And that is, and also you will have a live callers. People could call those countries you have ministered to. Mm-hmm. They could call the studio, and then you can pray for them. Hallelujah! It's possible. Yeah. I still have the videos at home. Yeah. We can always make a few special for you. Yeah. So that you can reach to people. Amen. Touch their heart. Amen. They can see the testimony of God. Yes. And they can see the move of the Holy Spirit. Yes. People got healed. Yes. People got delivered. Hallelujah. They received the word. They born again. Mm-hmm. Oh, you can see mighty things. This Hallelujah. Is all because of the grace of God. It's the not a special work that mm-hmm. I can do it. No. But let me tell you something. Mm-hmm. This is all the work of God through us. Amen. Just like I said, we are the temple of the Holy Ghost. Yes. The Holy Ghost lives us. Yes. So it's the Holy Ghost in the name of Jesus is doing these things. Brother. We are just vessels. Yes. We are carrying the Holy Spirit. Hallelujah. He is revealing Jesus Christ through us. Amen. Hallelujah. Doctor, please, before you sign up, I want you to look into that camera and I want you to pray for Majesty Christian Television. Pray that the heaven will be open on behalf of the ministers who are in this nation toiling very hard. Fathers like you are hard to come by, but we are very, very opportune to have you here. Mm-hmm. So please, pray for Majesty Television. Let me pray. Hallelujah. Father God, we give you praise and thanks. This opportunity that you have given me yes, to call upon thy name for Majesty Christian TV Network. Yes, Lord. Father, an honor. Mm-hmm. Please, mm-hmm.
Please will you hear the request and prayer. Yes, Lord. Father, to bless this ministry. Hallelujah. Abundantly, Amen. Lord. And all they need, oh yes, God. Yes, cover Lord. Them under the blood of Jesus. The blood Protect of Jesus. Them against false and lying yes. tongues. Yes. And evil people. Yes, Lord. And the evil. Yes. Father God, thank you that it's you has called them and sent them. Yes, and Lord. Do them with your spirit. Yes. You will lead them constantly, day by day, every moment of the day. Amen. You will show them the way. Yes, Lord. Just like the Bible says, and you are the yea and amen. Mm-hmm. It is the truth. You never lie. Yes, Lord. You're the truth, the way, and the life. Mm-hmm. I praise you and give you thanks yes, for the growth of this ministry. Yes, Father. Oh, your name shall be praised. Mm-hmm. People shall fall on their knee, cry out to you. I'm so glad that I've seen this network. Yes. Oh, praise God. Thank I could Jesus. See God. Yes. Oh, hallelujah, oh, Lord. Saka, they will open their heart. Yes. And send money to finance this ministry yes, because Lord. Of you. Yes, Lord. You are worthy of all praise. Yes, Lord. We give you all honor and glory. Yes, Father. In Jesus' name we thank you. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, sir. thank God you. Bless you. Thank you. Thank you. I'm so happy. Your mercy is everlasting, and your truth is here always. You are he who was and is to come. Who is he that can number your days? You flung the sun to burn his face, and the night moon bows his light today. You alone, God. You are God, yes. You are God, you are God. You are God alone. Oh, you alone are God. Come on, come on, come on, come on. Open your mouth and worship Him. Open your mouth and worship Him. You are God. Alone. Now unto the King, yeah. Eternal, the only wise God, the only wise. Omega, beginning and the end, yeah, yeah. Our God. Eternal. The only wise God, yeah, yeah. The only wise God. Alone, yeah, yeah, I got it, yeah. You are God, alone, be all glory and honor, dominion and power forever and ever. Amen. Yeah, be your glory and honor, dominion and power forever and ever. Amen. Be your. Come on, come on, come on, come on, come on. He deserves all our praise. He deserves all our worship. For he's the King of Kings and the Lord of Lords. And ever. Amen. Be all dominion and power forever and ever. Amen. Be all and dominion
come on. Glory. Yes, God. Worthy God, we worship you, yeah.